Goedemorgen, mannetjes. Goedemorgen. Juliatje, Lukesk. Welkom bij een nieuwe vlog. We zijn in Spanje. Spanje, sí, claro. Daar hebben we de officiële puber. We zijn er namelijk echt al bijna een week. En ik heb hem amper gezien. Niet liegen. Hij slaapt nou alleen maar. Ik slaap elke dag tot 13 uur en 14 uur, zoiets, mensen. Dus de 13 uur de helft. Maar goed. Maar ik ben ook wakker tot 3, dus dat is iets anders. Ja, dat is inderdaad iets anders, ja. Maar goed, we zijn lekker op vakantie. We hebben even een soort van family VK. Babymoon VK, moet ik zeggen. Het plukje hier is heel intens. Ik weet niet waarom die daar zit. Maar ik ga jullie even een paar dagen meenemen op onze meivakantie family Babymoon VK. En we zijn hier in Spanje, lekker bij ons eigen huis. En het is genieten, het is 30 graden. En we zijn er dus, wat ik net al zei, echt al een tijdje. Maar het was echt even vakantie. Dus ook niet vloggen. Maar vanaf nu gaan we vloggen, jongens. En nemen we jullie mee. Veel plezier bij het kijken. Staartje. Ja, gewoon een staartje. Mijn hart kan dit niet aan. In een nieuwe mooie wagentje. Papi, Bowie. Ik ben meer lightskin. Deze twee boys. Zeg maar niet verkleurd, want ze waren alleen maar aan het slapen. Ik ben al buiten geweest. Ja, jij wel. Maar goed, we zijn dus nu bij het Safari Park. Bij het Safari Park hier. Rio Safari heet het. We hebben gewoon even gegoogeld. Is dus ook een waterpark. Hè, voor dit waterratje. Ik ben een waterratje. Een tweeling ben jij, maar je bent toch ook een waterrat. Ja. Dus Bowie gaat alle glijbaan af, ik natuurlijk niet. Normaal wel, normaal gezien wel. Maar ik denk dat het niet zo verstandig is met de hele mega grote buk. Maar ze heeft gelukkig twee grote broers. En een vader die wel helemaal in zijn voor glijbanen. Juliaatje, we zijn eventjes aan het installeren, want we hebben ook heel veel zooi mee. En Julia heeft inderdaad een staartje. Ja, echt schattig. En dan gaan we genieten. Zoals elke dag hoort, alleen maar eten, drinken, slapen, chillen, zonnen, zwemmen, chillen, eten, chillen, slapen, zonnen, chillen. Luister. Nou, we gaan nu zo meteen met deze kindertjes. Dit treintje. We hebben een private park trouwens. Het is natuurlijk nu mei en er is hier helemaal niemand. Kwik, kwak en kwakkie. Hij heeft zo'n pannenkoek. En met een kop zo vol in mijn gezicht. Hoe dan? Waarom? Wordt er een insectje voor hem voorbij gegaan. Het was een bij die zwart was en hij was zo groot. Een zwarte bij? Jij, de kijker die nu kijkt. Yes, hij is echt een mietje. Hij is bang van alles wat vliegt. Zo? Hij springt op. Kijk, ik ben echt bang voor niks, hè, maar insecten moeten gewoon niet in mijn buurt komen. En Bowie is de stoerste hoor, van allemaal. Die pakt gewoon een insect met de hand. Echt niet, ze pakt het gewoon op. In de trein. Hij is zo'n poesje, hij is zo bang. Met alles. Hier is een planty. Hij zijn leeuwen. Ga ik dood? Pepe. Als een leeuw hier loopt, gaan we dood. Ja, want daar ga ik. Pepe ligt op de weg. Pepe is een kameeltje, die ligt op de weg. Oh, Pepe lag net zo lekker. Dat is papa's bijnaam van Julia, toch? Pepe. Kleintje. Kleintje, ja. Wel een mooie, hij is ook wit. Pepe. Maar goed, we zitten dus nu in de train. En dan gaan we dus nu door alle diertjes heen rijden. Hallo. Ik heb echt heel veel zin in. Dus het is echt super leuk. Julia is dus veilig in papa's armen. Fotootje maken. Kijk naar mij. Zo mooi. Dit is niet normaal. Oeh, kijk hoe mooi. En het is echt niet normaal. Kijk die kleur ogen. Wow. Het is een soort van. Nee, hij heeft echt een lieve blik. Als hij aankijkt. Die is gevaarlijk. Je moet echt niet. Die aan de andere kant, die vind ik ook een beetje eng. Dit zijn vaak mannetjes, hè? Dit zijn vrouwtjes volgens mij. En kijk die dit voor aankijkt. Wow. Die daar achterin is. Maar jij bent super lief. Hij knappert. Stella. Nou, we doen een TikTok. Ik wacht al heel lang tot we gaan beginnen. Doe dan. We gaan wakker staan doen. Voeten gaan. 5, 6,
voor me. Nee, nog een keer, is te laat. Was de tijd. Aftellen. Ga nou eens terug, waarom kom je ik kom naar voren, doe ik altijd. Nou, Ryan's wel, papa is hem. Die is bezig met mijn vader, dus bezig op te letten. En hun zit het thuis te doen. En het is een beetje moeilijk, omdat het gaat de hele tijd fout. Zie je, dat gebeurt er dus de hele tijd. Nou, nu gaat het denk ik beter. Zie je, ze skipt toch één? Doe het goed. Het is toch ta. We waren net boos op elkaar. Deze skip zei dit. Leuk, en vakantie. Oh ja, we zijn leuk bij de leuke dierentuin. En een mooi plekje. Ik heb hem net gezien. Ik deed alleen dus niet dit. Ik deed dus dit. Ja, maar fantastisch. Het blijft precies zo. Nog een keer. Oh my god. Behind the scenes van de TikTok. Oké, nog één. Hij moet weer zijn bril op. Hij moet zijn brilletje op. Eén keer met bril. Nog één keer. Die set is het niet hoor. Nee, echt niet. Maar prima. Oké, dit is weer één keer. Iedereen ziet dat jij het niet. Good morning. Dit is het uitje van de dag. Elke ochtend gaat Ryan boodschappen halen, vers brood halen, vers chudrans. In principe heel vaak alleen. Maar vandaag zijn wij met z'n tweetjes gezellig mee. Echt niet, we zijn vaker meegegaan, ook met Bowie nog. Dus het verhaal is eigenlijk zo. We zijn hier echt een volle week geweest met alle kinderen. Lekker de meivakantie, lekker een familie-VK. En die zijn nu weer terug, want school en alles is natuurlijk weer begonnen. Dus nu zijn wij met z'n drietjes overgebleven. De daddy en de little baby. Ik heb dus nu een jasje aangedaan, want in de supermarkt is die natuurlijk altijd super fris met al die koelingen. Maar het is 27 graden geloof ik. Gisteren was het 29. Het zonnetje schijnt. Ryan houdt van boodschappen doen in ieder ander land. Maakt niet uit waar. Als het een ander land is, is deze man in zijn sas. Kun je me uitleggen waarom? Moet je andere producten hebben. Dat is leuk. Dan kun je andere dingen proberen. In Nederland ken je het wel een beetje. En hier is gewoon gezellig. Het gaat een beetje raar, want ik heb Dr. Smaal. Hij heeft zijn beugeltje in. Zijn doorzichtige beugel. Nee, maar inderdaad. Hij houdt zo van boodschapjes doen. Het is echt het uitje van de dag voor deze vent. Is dat goed? Ben je aardbei? Ja. Ja, goed gekeurd. Moeten we helemaal druiven? Nee. Besjes? Ja, doe maar zwarte besjes, blauwe besjes. Ja. Besjes? Ja. Goed gekeurd. Ja. Lekker. Spekjes. Kijk even. Spekrofje. Spekjes. En het is hier ook spotgoedkoop. Althans, de boodschapjes hier doen, het is echt goedkoper dan Nederland. Ja, dat is hoe ik het eigenlijk moet zeggen. Nederland betaalt natuurlijk helemaal blauw aan boodschappen. Dus nee, het is wel een feestje om hier te lopen. Dus we gaan even boodschappen halen en dan gaan we vandaag lekker genieten van het mooie weer. Want we zijn nu nog maar een paar dagen hier en dan komen we weer terug. Dan is het klaar met de baby moon en dan is het voorbereiden voor de baby boy. We zijn uit official aangekomen. Dit is wel heel grappig. Bij het punt dat ik mijn eigen voeten niet meer kan zien. Dus goed. Wij zitten aan het strand te lunchen. Ik heb een pastaatje met pesto. Julia eet samen met papa een pastaatje met tomatensaus. Met zeevruchtjes, dus het smaakt echt naar de zee. Hapje? Heb iets te veel misschien? Kind, alsjeblieft. Maar we leven niet zozeer. Alsjeblieft. Ze wil namelijk niet in de stoel. Ze wil bij papa op schoot. Echt een lobby is dat, Sjoe. Echt een lobby. Deze is goed. Zo. De vogeltjes maar, eten gooi, geven. Pak maar. Ja, maar luister, komen niet omdat jij dichtbij. Oh. Vogeltjes zijn niet gek, hè? Er waren hier net heel veel vogeltjes. Ja, omdat zij alleen zijn. Ze zien haar niet als gevaar. Oké, ga weer weg dan. Mensen. Van Spanje zijn we weer al een week terug in Nederland. Ik heb alleen nog helemaal niks gevlogd, want we zijn gewoon lekker
aan het rommelen thuis. Er gebeuren heel veel dingen rondom het huis. Natuurlijk in mijn laatste trimester. Nesteldrang is real. En we zijn nu het zwembad en de overkapping helemaal ready aan het maken. Althans, de oude spullen die onder de overkapping lagen hebben even weggehaald. Omdat morgen komen de meubels. Overmorgen, zaterdag. Onze tuinmeubelen. Eindelijk, finally. Maar op dit moment is Juri het zwembad aan het schoonmaken. Dit is my poolboy. En dat doet hij fantastisch. Hi Jor. Hey. Maar dit hier, wacht, ik moet mijn telefoons ook paraat hebben. Dit zijn Ryan en Luca. Dat is de overkapping, die hebben we helemaal leeg gemaakt. Ze gaan dus, ik heb hun telefoons van allebei de heren. Want ze gaan nu kijken wie er echt serieus sterker is. Dus wie er uiteindelijk in het bad belandt. Maar Jor, ik ga jou deze vlogcamera geven. Dan kan jij dit moment vastleggen. En dan ga ik het vastleggen met Luca's telefoon. Wat ik natuurlijk ook geairdropt naar mezelf ga sturen. Oh mijn god. Ik krijg helemaal stress van jullie. Maar wacht, het moet natuurlijk wel even wachten. Wat is happening over hier? Deze man komt naar me toe van joh, een van ons gaat het zwembad in. Ik zeg, ik ga die man. Gelijkspel, gelijkspel. Helemaal schoongemaakt. Kijk, even. Ik vind het heel zwak. Niemand is erin gegaan. Want ze zijn allebei even sterk, zogenaamd. Die man weegt 20 kilo zwaarder dan ik. Ja, dat is waar. Nou goed, het was weer hartstikke leuk. Doen jullie al die vieze voetsporen? Even nu lekker weer schoonvegen? Ik heb het helemaal schoongemaakt net. Hè? Ik eet hier een vegetarische roti. En daar heb ik heel veel zin in. Nou, we zijn dus een beetje bezig geweest om de tuin voor te bereiden. Een beetje strak te trekken, omdat dus de meubels zaterdag binnenkomen. En dan gaat het super mooi worden. En net zo voordat de zomer begint, hebben we dan gewoon de meubels en kunnen we gewoon genieten. En kunnen we vertoeven in de tuin. Juri heeft lekker het hele bad gestofzuigd. En zaten we gisteren gewoon zo ver. Nou, we zijn alweer precies een week thuis trouwens. Precies een week. Het heerlijk gehad in Spanje. Zoals jullie hebben gezien, heb ik ontzettend weinig gevlogd. Maar ik heb wel heel veel stories gemaakt. Iedereen die mij volgt op Instagram, die heeft dat wel gezien. Nou, voor de mensen die mij niet volgen op Instagram, het was heerlijk. Maar ik vond het ook even heerlijk om echt te genieten van het gezinnetje en het Spanje life. En niet de hele tijd ook nog te filmen voor de vlog. Dus ik heb mezelf eventjes een halve vlog break gegeven. Ja, weet niet. Een halve vlog break. Zodat ik echt even kon genieten van de vakantie. Hebben we gedaan, want het was natuurlijk de laatste vakantie. Gaat ze zitten op haar stoeltje. Zo lief. We hebben zo'n kinderstoeltje voor haar, zo'n poefachtig stoeltje. Zo lief in de stoel zitten. Schatje. Dus vandaar. Niet een hele extreem lange vakantievlog. Maar ik heb er wel echt van genoten. Van de vakantie. En elke dag gezwommen. Elke dag strandje. Julia heeft ook echt elke dag gezwommen. We hebben heerlijk gegeten. Het was echt super leuk. Dus. Opgeladen en wel. Mami. Wil je een boontje? Ja. Geen boontje? Nee. Ze heeft al gegeten, hè? Ze is vandaag bij de gastouder geweest. Daar heeft ze al lekker avond gegeten. Dus eigenlijk is ze al helemaal voldaan. Ze heeft net wat druifjes op. En ze rent eigenlijk het hele huis door. Ik had 2 dagen geleden controle in het ziekenhuis. En het gaat allemaal nog steeds heel erg goed. Met de jongen in mijn buik. De babyboy. Hij is iets groter dan gemiddeld baby. Want dat vind ik heel bijzonder. Want Juliaatje was natuurlijk mega klein door de vergiftiging die ik had. Dus het lijkt me ook zo bizar dat ik
bij Julia echt het meest kleinste, scharminkelige, veel te vroeg geboren babytje in mijn arm heb gesloten. En dat ik dan nu echt een grote baby in mijn armen ga sluiten. Want hij is nu al zoveel groter en zoveel zwaarder geschat als dat Julia was bij haar geboorte. Bizar, toch? Zo veel meer licht in mijn gezicht. Dat is gewoon echt bizar. Voor mij is dat echt onwerkelijk. Het geeft me zoveel rust. Ik ben zo blij dat hij gewoon lekker een flinke jongen is. Dus het gaat goed. So far so good. Nog geen hoge bloeddruk. De groei van de baby uiteraard is heel goed. Want aan de groei van de baby kan je ook al heel vaak toch zien als er bijvoorbeeld een vergiftiging opspeelt. Dan krijgen ze gewoon te weinig binnen en dan worden ze kleiner of dan nemen ze af en groeien. Lekker. Dat is allemaal nog niet het geval, dus ik voel me ook super goed. Dus we zijn tot nu toe, in de neefase, zijn we nog zwanger. Volledig zwanger zonder vergiftiging, dus dat is fijn. Wat is er, poppetje? Mag mama niet eten? Mag mama niet eten van jou? Nee. Maar jij hebt toch ook lekker gegeten? Nee. Mag ik dit? Dank u wel. Wil jij wat drinken? Nee. Wil je een sapje? Ja. Sapje maken voor jou? Ja. Ja, oké. Mama gaat even een sapje maken. Verder was het een beetje een anticlimax. Zowel Ryan als Luca niet in het bad is geduwd. Heel stom. Ik vond het heel zwak van beiden. Ik vond dat ze door moesten gaan. Totdat er echt iemand in het bad lag. Nou goed. Verder ben ik heerlijk aan het genieten van mijn rotti. Lekker. Lekker. Nee. Mevrouw is alles is nee. Maar ook alles is weer ja. Gaat alle kanten op met de emoties. Lekker zeg. Nu? Alsjeblieft, ga maar kijken. Ook. Ja, ga maar kijken daar. Mee. Mee, mee. En dan moet mama mee. En moet meelopen, hè? Mee, hè? Mama, overal mee naartoe. Maar mama is even aan het eten nu. Mee. Dan gaat ze drammen. Mee. Want mevrouw wil de zin. Want ik ben een heel temperamentvol, pittig meisje. En ik wil altijd mijn zin doordrijven. Oké, lieve mensen. Dat gaan we ook verkopen. Mmm, de bono. Lekker. Woo. Papa is langs. Ja, ja. Papa komt lekker wat eten. Wil jullie ook eten? Nee? Het is toch een beetje pikant, Ryan? Ja, toch. Lekker, hoor. Nee, daarom is hij zo stukje goed. Pakken die jongen weet precies wat hij moet maken. Zo. Ah, maar deze verkoop in de winkel straks. Ja. Maar hoe is het, pap? Heb oh, als Aura. Nee, niet doen. Ik ben aan het filmen. Niet doen. Heb je ons gemist toen we in Spanje waren? Nee. Ik heb gemist alleen de... Die? Ga maar die pakken. De herrie van jullie. Ja, hè? De herrie, het kabaal van deze kleine boef. En zeker van jouw lachen, van jou. Alleen de Coco heeft van jou een beetje geleerd. Hij heeft gezegd, hier, Laura. Ja, klinkt hij als mij. Ja, dat is mijn lachje. De twee zusjes. Hallo iedereen, het is vandaag 21 mei, zondag. En ik was vanochtend in mijn kloffie de was aan het opvouwen. Althans, daar wilde ik een begin aan maken in de slaapkamer. En daar stonden Rijn en Fredje ineens voor mijn neus. Je hebt mijn was nog niet gedaan, Laura. Jouw was heb ik ook nog niet gedaan. Dus als ik Fredje zie op een random zondag, dan weet ik eigenlijk al hoe laat het is. Dan is hij daar om mij een beetje op te lappen. Dus hij heeft mijn haar en mijn make-up gedaan. Dus vandaag is mijn baby shower. Dat weet ik. Maar wat, waar, hoe, wie, geen idee. Dus alsnog een mega verrassing. Maar wel heel fijn dat hij ervoor zorgt dat ik er goed uitzie op deze dag. En Ryan heeft een prachtige outfit voor me gescoord. Gisteren moest hij ineens weg. Ik denk, nou het zal wel. Om een outfitje te scoren voor alle meisjes. Want Bowie is daar, ook in een mooi jurkje. Julia is ook daar, ook in een mooi jurkje. En papa is ik daar. Ik ben ook daar. Ik heb geen mooi jurkje. Geen mooi jurkje. En daar heb je Hubby. Hubby heeft nu nog zijn, hoe noem je dat? Zijn...
zijn kapje op. Zijn gangsterkapje op. Maar dan worden ze dredjes mooi plat. En dan zit dat dus ook de hele dag super mooi. Dus we zijn eigenlijk met de hele fam nu in de auto gestapt. Fredje rijdt achter ons in zijn eigen auto. En geen idee. Ik ben heel benieuwd. Wie zullen er zijn? Wat gaan we doen? Het is in ieder geval een dag om weer stil te staan bij het feit dat ik gewoon super blessed ben. Dat ik gewoon zwanger mag zijn. En dat ik dat gewoon nog een keertje mag meemaken. En in dit geval nu van de babyboy. Dus heel veel zin in vandaag. Het is 22 graden ook. Could not be better. En alleen dit al vind ik leuk. Dus I'm happy. Ik ben benieuwd, schatje, wat je in petto hebt voor me. Ja, mijn vader doet zijn jasje zo, want ik mag niet kijken. Dus ik moet gewoon even wachten. Nono. Is dat Nono? Is dat Nono? Is dat Nono, poepoe? Dus dan wachten we gewoon nog even in de auto. En dan moet je zo vloggen. Zo vloggen. Zo. Okay. Dat mag zo. Nou, we zijn op locatie. Wat erg. Ik moet wel echt nu al een bosje in hoor, om te plassen. Ja, ik heb thuis geplast. Fred heeft even mijn haar nog even die laatste check. En geen idee hoe of wat. Nou ja, ik laat me verrassen. We zijn in ieder geval buiten. Dat is leuk. Oh. Oh, wat is dit toch leuk. Okay, ik ga naar mijn baby shower, maar ik weet dus niet wat het is. Okay, ik ben zo benieuwd. Gaan we kijken. Wanneer mag ik? Ik denk dat ik weer nu wel. Doe maar. Drie. Drie. Twee. Twee. Eén. Eén. Ja. Zo leuk. Zo mooi. Zo mooi. Hallo. Hallo. Ik wist, ik ga naar mijn baby. Hola! Ik wist wat het zou zijn. Wat leuk! Kijk, haar nou mooi uit. Kijken. Moet je kijken? Naar de beer? Ja, wat voor een beer, hè? Oh. Dat is mooi. Ik jou vanochtend in alle stress appen. Ik kan het niet vinden. En ik moest uitkijken. Radi! Buiten jou? Ja. Oké. Okay. Gaat snel, hè? Zo leuk. Niet normaal, hè? Dat heb jij nog niet gezien, hè? Oh. Ik dacht, jij zit dus in, weet ik veel waar met je bek. Maar je bent gewoon hier. Eindelijk. Hallo. Eindelijk. Hoe gaat het? Nou, ik ben heel gaaf. Niet normaal, hè? Niet normaal. Ja, heel normaal. Snel. Hallo, dit is, weet je hoe leuk dit is? Ja, dit is echt. Wanneer heb jij voor het laatst geschilderd? Ja, niet. Niet? Nee. Dus wij gaan er helemaal in op. Ja, snap ik. We zijn ook al lekker lang bezig. Pap, wil jij niet verven voor mij? Nee, dankjewel. Ik heb er wel een idee, maar... Ik ben zo benieuwd. Zo blij. Van wie is de baby boy? De picnic table is geplunderd, zoals jullie kunnen zien. De mocktailbar is leeg. De backdrop staat nog wel mooi met een klein meisje die niet wil slapen. Die is er gewoon gezellig bij. En iedereen is hier lekker aan het knutselen. Ondertussen zijn ze heel artistiek bezig. Want de opdracht is om zeg maar in een kleine... Met een kleine schildering te laten zien wat Laura voor jou. Twee uur plassen ook straks. Ja, dat is een oh, dat is... Ja, die van je dochter is mooier dan van mij. Kijk.
dochter, Roos. Roos. Gaan we meedoen? Hij is wel een Roos, Roos. Die is heel veel zwak, hè? Die? Lucky nummer 5? Lucky maar wat 5. Heb je qua schapen? Oh, lucky nummer 5. Lucky nummer 5, ja. Ik weet niet wat ik aan het doen ben. Dit is artistiek voor de dingen. Waar ben je zo? Ik zie wel een beetje Mondriaan erin. Beetje wel, hè? Ja. Het is wel heel abstract. Ja, heel abstract. We gaan straks beginnen met de zwarte lijnen. Ja, dus het is gaande hier. Het is leuk, het is gezellig. Dus ik hoop dat iedereen het een beetje naar zin heeft. Lieve vrouw van mij. Dankzij jou krijg ik mijn 5e kindje. Ik heb al 1 van je mogen krijgen. Daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee en heel erg gelukkig om. En ik vind het wel altijd leuk om dit soort dingen te blijven en te mogen doen voor jou. En bij deze wil ik zeggen, I love you very much. De kracht die je me geeft. Sterker die je bent. De persoon die je bent. Super mommy. Weet je, het eerste keer je met cum laude geslaagd van. En ik wil jaar 2, dus geen zorgen. Ik weet dat dit kindje heel erg warm is. En I love you for life. I love you, shushu. Doei, schat. Julia en ik willen jullie bedanken. Voor het langskomen in ieder geval. Ik weet nu wat ik een vrouw moet geven om je stil te krijgen. Gewoon een papiertje en een paar kosten. Helemaal top. Bedankt voor de tip. Ja, schat, naar jou toe gericht. Thank you again, very much. Dat heb ik niet verwacht. Wel gewenst, stiekem. En hij is ook gekomen, dus wat dat betreft zijn we weer dankbare mensen. En ja, deze dame gaat zijn leven een hel maken, denk ik. Daar heb ik Terror Sister bij. Ja, Bob, ja, helemaal Bob. En nou ja, ik ben benieuwd wat jullie allemaal van meest hebben gemaakt. Ik hoop dat jullie een beetje hebben genoten. Love you all. Dankjewel. Eigenlijk heel basic. 2 babyvoetjes in het blauw. Bloemetjes erbij met allemaal blaadjes van 7. Jullie zijn met z'n 7e. En dat heb ik met de bruiloft ook gedaan. Maar altijd als ik dan aan jou moet denken en ik gun jou iets of ik wil jou wat zeggen, dan denk ik in woorden. En bij deze liefde, kracht, geluk, vreugde en wijsheid is wat ik jullie gun met de kleine. Ach. En ik hoop dat hij dat meeneemt voor jullie, want jullie hebben dat. Next. Oh, wacht. Volgende is Funda. Funda die heeft natuurlijk niet kunnen tekenen, dus zij heeft mij een tekstje gestuurd. De tekst luidt als volgt. Lieve Lau, het moederschap is altijd uitdagend en zo ook voor jou. Kleine Julia wilde echt niet in de autostoel, die had andere plannen. Geborgen bij mama slapen. Zo was Lau wat beperkter en nam vaak de benen. Kilometers lang liep je als een ware Nordic walker met je baby op je borst, dag in dag uit. Met je paarse wielrennerbroekje, roze tanktop en leopard draagzak, zo zag ik je bezweet aankomen bij mij. Je zoekt alternatieven die jou maar de kleine, maar ook je kleine gelukkig zullen maken. De flexibiliteit en het geduld wat je hierin hebt omschrijft hoe positief en vindingrijk jij bent. Moederschap heeft beperkingen, maar geen grenzen. Blijf voor altijd zoals je bent. Ja, dat is echt mooi. Funda. Funda. Love you. Oh, echt lief. Next. Ja. Nou, het is een heel groot hart. Jij dus. Dit is de babyboy. En dit zijn Ryan en de kids. En jij bent altijd het zonnetje. Oh. Ja. Dat is een lief. Lekker dik. Laura is een mama die het doet op haar manier. Haar gevoel en haar intuïtie. Haar mening en haar wil. Ze is zo moedig en zelfverzekerd wat opvoeding betreft. Het gaat haar zo natuurlijk af alsof ze 6 kids had in een vorig leven. Zij zelf geniet er zo erg van, dat straalt ze uit. En dat werkt heel erg aanstekelijk. Een voorbeeld voor velen, ze laat haar kleine in de waarde en zelf dingen doen en ondervinden. Maar toch onder haar vleugels. She was made and born ready to be a mom. Lief. Lieve Lau, ik heb hier verschillende levensfasen mogen meemaken, maar de mooiste en grootste transformatie is denk ik toch wel becoming a mom. Los van de rollercoaster die je hebt moeten doormaken, zie je jouw vrolijke ik terug in het moeder zijn. Van een kleine driftbui op een valpartij bij de kleine Julia maak jij iets vrolijks. Voor sommigen een lastige nee-fase die je volgens mij nu doormaakt, maak jij iets leuks of grappigs. Jouw reflectie in het leven zie je terug in jouw mooie lieve meisje. En heeft je gelukkig niets doen veranderen dan alleen maar mooier mogen uitbloeien tot iets wat je bent. En dit zal de nieuwe prins met alles gaan omarmen en zal ook opgroeien binnen een vrolijke en warm gezin. I'm proud of you as Laura, maar des te meer as a mom. Oh, Tess! Wat lief!
Ja, ik vind dat het moederschapje echt heel natuurlijk afgaat. Het is, ja, alles is komen te flow. Je laat je niet afschrikken door dingen of commentaren die je soms krijgt van mensen. En je blijft gewoon trouw aan wat jij denkt het beste is. En als ik kijk naar je dochter, dan weet je ook zeker wat het beste is voor haar. Ze is zo gelukkig, zo durft haar zelf te zijn, ook met dat nee. Ze zegt dat het eigenlijk alleen maar laat zien hoe vertrouwd ze zich voelt, hè? Dat ze dat durft te uiten. Klopt, ja. Dus ja, ik ben hier heel slecht in, maar ik bewonder je erg als moeder. Echt heel lief. Hartje is een van de kinderen. Ja. En ik zie je als een zorgzame, lieve moeder die voor alle kinderen het allerbeste wil. En ja, voor mij ben je gewoon een heel goede moeder, ook op het boerderij als je zo goed bent. En ja, ik hou heel veel van je. Ah. En ja, ik hoop met nummer 5 dat het allemaal zo mooi mag zijn en blijven zoals het nu is. Yes. Ik heb maar wat gemaakt. Ik wist eigenlijk niet wat de opdracht was, maar goed. Ik dacht, ik ga lekker even beeld op. Hartjes. Hartjes. Liefde. Liefde. Ja, heel veel liefde. En ja, ja, we hebben natuurlijk heel veel gesproken eigenlijk voordat je ging trouwen over zwangerschap. Hoe het allemaal gegaan is. We hebben zoveel erover gepraat. Dat het nu gewoon zo mooi is om te zien hoe het natuurlijk het je afgaat. Echt. Lief. Weet je, het gaat je echt heel natuurlijk af. Kind is happy. Ik ben blij voor je dat je niet weer door zo'n rollercoaster gaat. Ja, gaan. En dat ik het ook gewoon ja. gelukt is. Ja, lief. Dank je wel. En je bent echt een vriend. Ik vind je echt het allerbeste. Dank je wel. Laura, ik heb voor jou getekend. Oh, een vlindertje. Lief. Begon als een kakkerlak, hè? Ja. En bedankt, pap. Ja, de vlinder, omdat jij bent gewoon altijd heel kleurrijk en heel vrij. En je fladdert overal naartoe. En dan jouw naam, dat staat voor liefde. Ambitieus ben je. De U van, ik vind jou ook heel uniek. Je doet wat jij wil. Je gaat niet per se mee met wat moet, maar waar je hebt Laura zin in. De R natuurlijk heel van Ryan, hè? Yeah. En dan hebben we nog een A. Aandacht. Aandacht. Avontuurlijk. Ja. Jij, je reizen. Zulke mooie avonturen. Je bent altijd actief. Dus. Ja. Zo lief. Dankjewel. Oh, dat was heel mooi. Dat was heel mooi. Echt zo. We werden kakkerlakken. Zo leuk. Dit is hoe ik jou zie. Kleurrijk, outgoing, nooit binnen de lijntjes, maar altijd daarbuiten op je eigen manier. Elke verfspatter is uniek. En dat is ook wat het moederschap uniek maakt, want ieder maakt dat op haar eigen reis door. En je hebt het geluk en de blessing dat je een prachtig kleurrijk gezin hebt. En daar staan al deze kleuren voor. Het is eigenlijk een beetje een uiteengespatte regenboog die alle kanten naartoe gaat, maar toch weer samenkomt. Heel mooi. En ik las van de week echt een super mooie quote. En toen dacht ik, ja, dat wil ik hier wel bij zeggen. Ik vind je echt een fantastische moeder en een bonusmoeder voor alle kinderen en hoe je daarmee omgaat. Maar ik wil je op het hart drukken dat als kind zijnde besef je niet dat je ook je ouders ziet opgroeien. En dat las ik en ik dacht van, ja, weet je, wij hebben zoveel gesprekken daarover, hoe we ons daarbij voelen. En wel vaccineren, niet vaccineren, welke school, wat gaan we doen? En ik dacht van, ja, weet je, wij doen allemaal ons best. Jij doet ook je best en je doet het al heel lang, want je doet het natuurlijk ook voor alle andere kinderen. Die heb je gewoon in je hart gesloten. En ik dacht van, ja, als er één iemand die de titel moeder met trots zou kunnen dragen, dan ben jij. Mooi. Prachtig. Wauw. Mijn
gaan nu lekker eten. We gaan nu lekker Italiaans eten. We zitten bij een heerlijk restaurantje. Bij Villa Borghese in Amstelveen. En mijn vader is ook mee en Ryan en Julia die zijn nog even in de auto, want Julia was natuurlijk in slaap gevallen in de auto. Dus Ryan zegt, ga jullie alvast naar binnen, ga je alvast bestellen. En dan kan Julia nog een beetje slapen. Dan gaan we lekker eten en dan gaan we naar huis. En het was een heerlijke middag, we hebben baby shower gehad. En het was fantastisch, het was gezellig, het was leuk. Geen idee wat er allemaal gefilmd is, maar ik heb wel echt genoten. En Bowie heeft zo'n mooi schilderijtje voor mij geverfd. Gaan we thuis nog even laten zien. Zo mooi. En eigenlijk iedereen heeft super mooie schilderijtjes gemaakt. Maar het was heel bijzonder. En we hebben heel lekker gegeten. Wat hebben we gegeten, Bowie? Donuts, fruit. Het lijkt op een donut. Ja, het was geen donut. Het was een bagel. Dat was het. Een bagel met allemaal heerlijke... Heerlijke hummus en avocado en noem maar op. Het was echt. Het was mooi weer, iedereen was er. Het was echt een feest. Genoten hoor. Dus wij hadden iets heel lekkers. We hadden lekker gegeten. En dat was het. Gaat smelten. Nou dan. Alleen voor mij. Solamente per me. Devo venire spesso qui, Laura. Un passaggio al sportivo, eh? Yeah, lecce, Laura. E Bobby, pizza. Nee, kijk. Konijnenpizza. Kijk, die ogen zijn niet waar. Oh, yes. En een mondje. Smakelijk, lieve mensen, zijn de volgende dag. Ik dacht, ik laat het nog even zien, want dit vind ik te leuk. Deze is van Julie trouwens. Maar die zijn iets eerder weggegaan, dus die hebben dan niet hun anekdote gedeeld. Maar ik vind het wel leuk om het ook nog even aan jullie te laten zien. Ik vind het super mooi, die roos. Deze was van Samantha. Volgens mij was deze van Love You Boy, I don't know. Van deze weet ik niet. Dit was eigenlijk volgens mij was deze van Amy. Lau. Dit is zo lief. Sanna. Tess. Dit is echt zo ontzettend leuk. Lucky number 5 van Assie. Van Fredje. Zo ontzettend mooi. Van Elnas. Ook heel mooi. Is iedereen goed hierin? Dit is ook. Deze was van Kim. Het is gewoon Picasso. Zo leuk. Oh, echt te leuk. Volgens mij was deze van Brooklyn. Zo ontzettend leuk. Dit is echt wel een dikke, vette aanrader. Om te doen. Op een verjaardag of een baby shower of whatever. Gewoon mensen laten creatief bezig te laten zijn. En hun gevoel daarin te kunnen stoppen. Echt zo bijzonder. Toen iedereen hun verhaaltje ook deed. Het was zo bijzonder. Het kwam echt binnen bij mij. Ah, het is super mooi weer, lieve mensen. Het is echt genieten geblazen. Ik ben even lekker in de tuin gaan zitten. En ik ga de vlog even bij deze afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Volgende week dus de tuin makeover. En nog een andere hele leuke verrassing hier in huis. Wat er is gebeurd in de tussentijd. Maar dat ga ik allemaal lekker volgende week met jullie delen in een nieuwe vlog. Voor nu een dikke kus. En heel erg bedankt voor het kijken.